Dit zijn dus sproeiers. Niet dezelfde, maar daar zijn er drie van kapot getrapt. En die hebben we dus moeten vervangen door nieuwe. En die sproeiers kosten per stuk 112 euro. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ties, ik zie een opengeknipt hek. Wat is er gebeurd? Wij hebben last van vandalisme. Van terugkerend vandalisme. Dit is een voorbeeld wat al een keer of 4, 5 dit jaar voorgevallen is. Iedere keer worden de hekken kapot geknipt. En dan klimmen ze daar doorheen en dan beginnen ze op kunstgras te voetballen. En dat is niet het ergste. Maar de rotzooi die ze maken op de velden, dat is natuurlijk een drama. Maar je zegt, ze komen eigenlijk om te voetballen? Ik denk dat ze komen om te voetballen. Ik denk niet dat ze de intentie hebben om te vernielen. Maar omdat de hekken dicht zitten, zullen ze ze open knippen. En dat is natuurlijk jammer, want het kost klauwen geld. Voor de gemeente, maar ook voor de vereniging. Als je kijkt wat er iedere keer allemaal kapot is, dan wordt dat een dure grap. Maar ze komen, zeg je net, vrij vaak langs. Loopt hier ook een pad, lijkt het wel? Ja, een soort dievenpad? Dat is een soort pad. Dat is door hun ontwikkeld, doordat ze er regelmatig overheen lopen. Ja, we lachen er wel om. En daar, het pad daar, dat is de fietsenstalling tegenwoordig voor de heren. Kijk. Daar staan er 10, 20 fietsen gewoon. Hè? Kunnen ook dames bij zitten. Deze buizen waren allemaal losgemaakt. Met het verzoek, ik denk met de poging om hem eruit te trekken. Maar hij zat daar, zit hij vast. Dus die hebben ze laten zitten. Maar waar hebben ze aan zo'n buis? Gewoon lostrekken? Weet ik veel. Misschien op bestelling, dat weet ik niet. Die gewoon los. Nou, waarom moet je die nou losmaken? En gewoon, die schroeven waren helemaal weg. Hè? Die erin zitten, weg. Ja, maar dat is het woord waar ik ook, ja, waarom? Ja. Hè? Waarom, ja. Kom dan lekker voetballen. Ja, en waarom? Vanmorgen hebben we hier een nieuw net neergehangen. Omdat in het net wat hiervoor erop zat, gaten geknipt waren. Gewoon hele hoeken eruit geknipt. En dan kan je niet voetballen. Althans, geen wedstrijden voetballen met gaten. Want die zijn de scheidsrechters niet zo blij mee. Je bent wel verzekerd? Nee, daar kan je niet voor verzekeren. Wat kost zo'n netje nou? Zo'n net kost 80 euro. Nou, valt nog mee? Ja, maar goed, als je het regelmatig hebt, wordt het de som van de delen. Ja, dat klopt. Dat wordt een dure grap. Dus hier hangen nu nieuwe netten. En die staalkabel is ook een nieuwe, want die was ook gepikt. Die was weg gewoon helemaal. En ja, wat moet je nou met zo'n kabel? Ik weet het. Ik ook. Waarom, zeggen we dan? Ja, ze hebben 3 sproeiers van de sproeierinstallatie kapot geschopt. Ik denk dat het warm was, dat ze dachten, nou, die sproeierinstallatie die draait. Laten we ons lekker verrassen. Oh, die was aan het werk? Ja. En 3 sproeiers kapot geschopt. Ja. Deze doeken zijn ook doorgesneden. Ja, deze doeken zijn doorgesneden. De doeken eronder zitten, ja, zijn ook doorgesneden. Dan denk je de buitenkant, maar die binnenkant hebben ze ook gewoon... Ja, ook kapot gesneden. Dus, en deze doeken, we hebben hier buitenschoolse opvang. Die zijn nog geen eens van de voetbalvereniging, maar die zijn van buitenschoolse opvang. Dus die komen ook ter hand ophouden vandaag en morgen. Van, hoe krijgen we een nieuw doek? Waar gebruiken ze die voor? Ze hadden voor die kindjes een glijbaan van gemaakt met een beetje water. Nou, dat kunnen ze ook vergeten. Ja. Dus 2 gaten erin. Waardeloos dus nu. Ja. Toevallig heb ik vanmorgen met ze afgesproken dat we gaan kijken naar een vervanging. En dat we deze dan maar keeperen. Ja. Maar dat is gewoon zonde. Ja. Okay. Veel is al opgeknapt, hoor ik. Want het seizoen begint over een paar weken. Dus we moeten wel. Dit zijn dus sproeiers. Niet dezelfde, maar daar zijn er 3 van kapot getrapt. En die hebben we dus moeten vervangen door nieuwe. En die sproeiers kosten per stuk 112 euro. Ja. Dus zonder arbeidsloon met plaatsen. Kijk. Dus dan praat je gewoon over een 100 of 4, 5. Wat dat kost, 3 sproeiers. En wat zegt de gemeente van? De politie? Wat zeggen die dan? De politie zegt, wij gaan afspraken maken met de gemeente en met de BOA's. Dat er frequenter langs rijden. En toen heb ik voorgesteld, geef dan boetes. Dan krijgen we zelf de ouders in het vizier. En dan kunnen we een gesprek gaan met die ouders. Maar als je niet weet wie de daders zijn, moet je dan boetes geven? Ja, maar als zij daar aan het voetballen zijn en de BOA's komen langs en ze pakken ze daar. En je schrijft een bonnetje. Ja. Ja, toch? Maar wij zijn hier 's morgens van een uur of 8 tot een uur of 11. En normaal gesproken, als de trainingen weer aan de gang zijn, zijn we hier 's middags van 5 tot 's avonds 10. Dan is er niks aan de hand. Maar net de uren dat we er niet zijn, gebeurt het iedere keer natuurlijk. Ja.
Nou, ik hoop dat het voorlopig niet meer gebeurt, maar ja. Ik hoop het ook, maar het is geen garantie, helaas. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog even onder de sproeien. Oh, ja, ik ga hem uitzetten.